uit een brief. We hebben een appartement gevonden, aan een klein parkje in Alto de Santa Maro, een oude wijk die deel uitmaakt van het stadsdeel Alcantara, waar de communistische partij al meer dan 10 jaar de scepter zwaait, sinds de Anje-revolutie van 1974. Het woord Alcantara komt uit het Arabisch, zoals de meeste Portugese woorden die met al beginnen. Een erfenis van het Moorse verleden en betekent brug. Goede naam, want de Pont 25 de Abril, die mooie rode brug over de Taag, weet je wel, die sprekend lijkt op de Golden Gate Bridge, loopt er hoog overheen. Alto de Santo Amaro is een levendige volksbuurt met veel winkels rond een brede hoofdstraat, de Rua Luís de Camões, een nationale dichter. 2 straten verderop ligt zo'n geweldige buurtwinkel, kruidenier en groenteboer in één, met fantastische mandflessen wijn die ze van een bevriende wijnboer betrekken. Platano heet die. Nee, we zitten hier prima. Uit een brief. Ik zit voor het open raam met uitzicht op nog goed in het groene blad zittende bomen en een paleisachtig gebouw in een of andere neostijl dat daar bovenuit torent en waar een instituut voor tropische ziekte is gevestigd. Het andere raam van mijn werkvertrek, CQ onze slaapkamer, biedt uitzicht op de brug met aan de overkant een menselijk hartbeeld. Er schuift een Russisch cruiseschip voorbij. Soms is dat ook een Amerikaanse oorlogsbodem, een kruiser heet dat geloof ik. De zon schijnt, een fris briesje biedt enige verkoeling en de geluiden van het straatleven stijgen op naar de 4e verdieping waar ik dit alles waarneem en opteken. Idyllisch, niet? Uit een brief. 3 koningen en de zon rijst langzaam uit de Taag omhoog. Donkerblauw tot zwart, dat eerst door flarden licht paars en oranje wordt doorbroken, waarna een oranje-rood steeds verder oprukt naar boven, tot een kwartier later de zon fel schijnend aan de hemel staat en rondom zilverkleurig en blauw-zwarte wolken elkaar verdringen.